Het platform van importeurs in Suriname vindt dat er vanuit de regering meer gecommuniceerd moet worden over de totstandkoming van de prijzen in de winkels. We hadden een gesprek met twee leden van het platform, de heer Steven Chenaji van Cupke Trading en de heer Hans Hiralal van Subisco International. Dan gaan we een beetje praten over eigenlijk hoe de prijzen in de winkel tot stand komen als het de importeurs zijn die werkelijk debet zijn aan de hoogte van de prijzen in de winkels. Ja, we praten met twee vertegenwoordigers van het platform van importeurs in Suriname. En de centrale vraag is, waarom zijn goederen zo duur in de winkel? Want de importeurs krijgen vaak de schuld dat zij bij de import de prijzen opschroeven, waarbij met name de basisgoederen eigenlijk op het nultarief zijn. Misschien kunnen we beginnen. Dan kunt u uitleggen hoe het aan toe gaat bij het importeren. Ja, klopt meneer Panka. Het is natuurlijk zo, het is een complexiteit van factoren. Het is niet de prijs die we hier in de winkel zien, welke alles bepalend is. We hebben internationaal, mensen zeggen vaak ja, het wordt steeds hetzelfde gezegd, maar we hebben met verschillende factoren te maken gehad, of we hebben met verschillende factoren te maken. En behalve dat wij in een periode zitten waar we heel veel internationale prijsstijgingen hebben, en dat is niet alleen maar beperkt tot Europa, of het is gewoon internationaal, de hele wereld wordt ermee geconfronteerd. En daarnaast hebben wij in Suriname ook te maken natuurlijk met de koersproblematiek. U moet zich voorstellen, we hebben heel lang, relatief wat wij noemen lang, een periode gehad dat de koers op ongeveer 20 was voor de US dollar. En dat is vandaag aan de dag boven de 25. U moet zich voorstellen, het lijkt dicht bij elkaar, maar we praten over meer dan 25% aan stijging. En dan heeft het natuurlijk niet alleen het effect op de dollars die wij kopen om onze leverancier te betalen, maar het heeft ook effect op de invoerrechten die we betalen, ook op andere goederen, niet op basisgoederen, maar op andere goederen. Het heeft effect op de vrachtkosten die wij betalen. Dus het is niet alleen maar een rekensommetje van het komt bij van wat wij in het buitenland betalen, daar komt er even 25% bij. Het heeft een exponentieel effect, waardoor prijzen veel hoger uitkomen hier in de winkel. Ja, want je zou wellicht kunnen denken van, als mensen houden van vergelijken, en vaak krijg je ook spullen van familie uit Nederland, dan zie je de prijs van hetzelfde product hier in Suriname. En als je het omrekent, is het drie, vier, vijf maal duurder. Nou, niet 3, 4, 5, maar als wij onze berekening maken, mag ik best wel concluderen dat we zeker een factor 2 duurder zijn. En dat komt ook, net wat ik zei, van de hoge vrachtkosten die we de afgelopen tijd erbij hebben gehad. En wij als land kopen ook, we zijn een klein land, we zijn een kleine inkoopspeler op de wereld. Dus wij kopen natuurlijk ook veel marginaler in dan de grote Albert Heijn's en grote organisaties die u in het buitenland natuurlijk ziet. Dus dat speelt natuurlijk ook mee in het geheel. Ja. Ja, misschien ja. Wat ik zou willen aanvullen is dat er een combinatie, de prijs in Suriname komt tot stand door een aantal factoren die een deel internationaal zijn en een deel lokaal zijn. En de internationale factoren, bijvoorbeeld aardappelen, uien, zijn commodities. Dus die kan je gewoon op de wereldmarkt treffen. De verschillen zijn minimaal. Je hebt wel kwaliteitsverschillen wel. Maar de verschillen zijn best minimaal. Dan komen dus de scheepvaartkosten. Dat is altijd in foreign currency. Dan kom je hier, dan breng je het op de haven. En dan betaal je dus daar aan de landlords, de scheepvaartautoriteiten, betaal je ook lokale kosten. Maar die zijn afgemeten weer aan de koers. En het is niet de douanekoers, maar het is de koers die daar op de dag is. En zoals Steven het al zei, een koers van 26, waar we vandaag de dag op zitten, dat is al 50% verhoging ten opzichte van 2 maanden terug. Dan ga je dat moeten merken. En waar wij denk ik veel meer de focus op zouden moeten hebben, want hier is de focus natuurlijk controle, alsof dus het mechanisme van controle effect zal hebben. Hier en daar zal het zeker effect hebben. Maar
grootste uitdaging is het gebrek aan stabiliteit van onze koers. De waarde van de SRD, meneer Panka, die is aan het dalen. En dat is een uitdaging. En daar zouden we als land veel meer zorgen over moeten maken. Want een verhoging van u of mij via onze salaris wordt ingehaald door de prijzen in de winkel. Dus daar zou er veel meer aandacht aan gegeven moeten worden om te zeggen van hoe zorgen we ervoor dat de SRD die waarde blijft vasthouden. Want dat is eigenlijk de main focus. En in onze situatie hebben we ook te maken met een aantal andere dingen. Het is niet alleen maar de koers die je op de dag betaalt, maar het is ook de beschikbaarheid. Ja. Want als ik mijn leveranciers moet gaan betalen en ik betaal hem maar voor de helft, zegt hij, oh leuk, meneer Hiralal, maar u krijgt nog een renteheffing daarop. Waar ga ik dat verhalen? Vertelt u mij dat? Ze doen het dan gelijk op de consument. Want u wilt toch geen die voordeel van uw eigen portemonnee? Nee, maar die consument betaalt mij niet in foreign currency, betaalt mij in SRD. En dan moet ik ergens bij de bank of bij de cambio moet ik proberen om die foreign currency, euro of dollar, te krijgen. Anno de. Ja, dus die samenloop van omstandigheden maakt dat er een stukje onzekerheid komt over die markt heen. En bij onzekerheid gaan de prijzen nooit omlaag, altijd omhoog. Maar mensen klagen vaak van ja, wanneer de prijzen omhoog gaan, wanneer die koers gaat stabiliseren en die koers daalt, dan merken we dat niet zo gauw in de prijzen. Ja, de koersen die dalen niet echt voor een lange tijd, misschien voor een paar weken. En daarna zie je dat die weer omhoog gaat. Maar de prijsvorming, daar moet je dus significant langere periode dat die daling gaat doorzetten. In het vak, in de sector waarin wij zitten met producten die aan bederf onderhevig zijn. Dus het in ons magazijn laten heeft zo weinig zin. Wanneer een baal aardappel begint te rotten, moeten wij hem zo snel mogelijk van de hand doen, want het gevaar dat die hele batch gaat rotten is zeer groot. Dus wij lopen met risico's en dat risico verhaal ik niet bij de overheid of bij de consument. Dat probeer ik zelf in te dekken door het zo snel mogelijk van de hand te doen. Dat is ons werkwijze. Dus je bent een dief van je portemonnee als je zegt van je gaat wachten tot die prijs goed is. Nee, je gaat het juist niet willen doen. En wij zijn veel meer gebaat bij dat we een hoger volume hebben. Want dan kunnen we bij onze leveranciers aankloppen van hey, we doen een goede job. Geef me een betere korting. Maar weinig verkopen. Juist. Maar wij verkopen geen auto's. We zitten niet in die markt. Dus wij moeten echt hebben van volume met heel kleine marges die nog door de overheid gecontroleerd wordt. Heeft het dan nog zin om in die branche te blijven? Nou, dat is het volgende waar ik op zou willen komen. Inderdaad, ik kan me de frustraties van een consument voorstellen als hij in de winkel komt. En eigenlijk, soms bijna zelf kan je zeggen op dagbasis zie dat prijzen omhoog gaan. Kijk, wij hebben absoluut geen invloed op internationale prijzen. Hans zei het al, zeker commodities, die komen in deze grote wereld tot stand door vraag en aanbod. Wij zijn een klein deel daarvan, wij kopen daar een deel van in. Maar de importeur of een winkelier daar de schuld van te geven, het gevolg is, ook met alle soorten maatregelen die getroffen worden, is dat je dus nu krijgt dat importeurs zeggen van luister, te veel risico, te weinig marge, ik stop ermee of ik breng veel minder, met het gevolg dat er straks een schaarste aan goederen kan ontstaan. En het gevaar daarvan is dat wanneer, u weet het zelf, als er schaarste is, het is mens eigen, dat men dan deeltje gaat het achterhouden, prijzen gaan omhoog, je krijgt een nog onzekerdere situatie en daar zijn wij niet bij gebaat. Wij zijn bedrijven die ook, mijn bedrijf bestaat straks 25 jaar, Subisco is veel ouder, je hebt veel oudere collega's. We zijn er niet hier om in een jaar geld te verdienen en dan weer weg te zijn. We zijn gerenommeerde bedrijven en we proberen op langere termijn natuurlijk de gemeenschap te voorzien van de nodige goederen. We hebben een belangrijke functie in die maatschappij en daar zijn we ons ook van bewust. En wij werken ook mee met de overheid. Zodra ons gevraagd wordt, als wij kunnen participeren in welke commissie of werkgroep dan ook,
staan wij altijd open. En dat doen we ook. We zijn ook continu in overleg met het ministerie om te kijken waar we onze bijdrage kunnen leveren. Maar wij kunnen het niet alleen op ons nemen. De minister kan het niet alleen op zich nemen. Het is een effort die we met z'n allen moeten plegen. En inderdaad is die kwestie van die koers. Als je een stabiele koers hebt, kunnen we allemaal beter plannen. Kunnen we allemaal de risico's verminderen, waardoor het ook beter voorspelbaar wordt. En we hebben ook regionale goederen. Ja toch? Hoe verder je importeert, Europa nu is een mes met die oorlog in Oekraïne. Maar we hebben ook Amerika, we hebben ook Zuid-Amerika, de regio, het Caribisch gebied, waar ook producten gefabriceerd worden. Zal het een verschil zijn als je toch uit de regio importeert? Goeie vraag. Ik moet u zeggen, ik was een paar maanden geleden op een beurs in Panama, waar wij er dus heel veel leveranciers en producenten waren uit Zuid-Amerika. Maar in het algemeen is Suriname erg gefocust qua producten en qua smaak op Europa en Amerika. Dus daar krijgen we ook de meeste goederen van. En Latijns-Amerika, daar hebben ze dus natuurlijk ook goede producten, maar het is niet... het is niet in onze cultuur om dat soort producten als maispoeder en dergelijke, dat soort producten te consumeren. Weet u? En voor hun ook, het is, ja, ze hebben allemaal hun eigen netwerk en markt die ze voorzien. En daar kan je niet plotseling komen, zeker niet in deze, in deze periode van waar er schaarste is ontstaan. Dat je zegt van ja, nu moet jij me gaan leveren. Het zijn relaties die jarenlang worden opgebouwd. Dus, en natuurlijk heb je dus met die nieuwe regio's een situatie dat de scheepsvaartverbindingen nog niet zo goed zijn ontwikkeld. Dat betekent dat je veel langer moet wachten en waarschijnlijk een hogere prijs moet gaan betalen voor de tarieven. En dat komt terug in je kostprijs. Ja, ja. Dus Suriname is van nature geënt op die twee mogelijkheden, Amerika en Europa. En de lijnen zijn vrij efficiënt en kort. Nee. Dus vandaar dat er een voorkeur is. En natuurlijk de consument heeft een bepaalde factor, want als je met allerlei producten komt die onbekend is of in een onbekende taal, dan krijg je problemen met het standaardenbureau die zegt, ho ho ho, Spaans, dat willen we hier niet. Dus er is meer voeten in de aarde voordat je zoiets kan ontwikkelen. Maar het kan, maar dan moeten de lijnen ontwikkeld zijn, want de scheepsvaartkosten hebben de grootste impact op de kostprijs. Ja, ja. Op dit ogenblik zeker. Ja, vanwege de pandemie waren ze toch wel gestegen. Gebrek aan containers had ik ergens gelezen. Ja. En ook de stijging van de brandstofprijzen. Helemaal. Is dat teruggegaan of is dat genormaliseerd? Voornamelijk uit Azië speelde dat natuurlijk met de afstand richting Suriname, Zuid-Amerika. Het is op een gegeven moment inderdaad gestabiliseerd en een stuk teruggelopen. Maar het komt nooit meer op dat oude niveau, omdat die brandstofprijzen natuurlijk nog vrij hoog zijn. Dus het komt niet meer terug, of het is niet verwachtbaar dat het terugkomt op het oude niveau. En dat heeft natuurlijk zijn implicaties. Ja, dus ik denk dat we als samenleving ons moeten gaan voorbereiden op een uitdagende periode. En dat we ook naar alternatieven moeten gaan kijken binnen onze huishouden. Wat is er beschikbaar? Wat hebben we vroeger gedaan? De ambachten, die moeten weer op tafel komen, zoals het zelf maken van kokosolie en dat soort dingen. Een hele tijd importeren we ook kokosolie. Dus onze export moet weer ter hand worden genomen, want daar verdien je dollars mee. Maar als je dat wil doen, is het natuurlijk niet in een handomdraai gedaan. Onze productiekosten, onze efficiëntie, is veel te laag. We hebben veel te veel ambtenaren die te weinig productie er tegenover zetten. En dat komt terug in de kostprijs wanneer je het wil exporteren. Ja, dus we moeten daar ook naar kijken. Het is een holistic approach waar je naar de totale situatie moet kijken en zeggen, je kan niet een deel doen en de rest niet. Je moet alles doen. Dus samenvattend, de koers stabiliseren, het liefst verlagen, zorgen voor dat er geen onzekerheid over de markt gaat hangen en we moeten de export echt ter hand nemen. Maar als je kijkt van, u haalde het even zijdelings aan, als import is ontstaan uit de nood, weet je, omdat we niet genoeg produceren en daarom importeren we, maar als we... U gaf aan, we moeten gaan produceren meer. Als we een aantal van deze dingen produceren, dan hebt u straks geen brood. Vreest u daarvoor niet? Het is een hele intelligente vraag.
Kijk, de importsector is ook aan het transformeren. Heel veel collega's van mij doen zowel de import van buitenlandse producten, maar ook de distributie van lokale producten. Subusco bijvoorbeeld, die exporteert producten die lokaal hier gefabriceerd worden. Dus u labelt ons met importbedrijf, maar dat zijn we al lang niet meer. Okay. Nee, dus u kijkt naar de toekomst. Dus, absoluut. Dus u bent helemaal voorbereid als het zo shift. En natuurlijk heb je zo dadelijk hele ontwikkeling met de oliebusiness en de gasbusiness. Daar komen heel veel kansen voor de Surinaamse bedrijven. Maar we moeten wel ready zijn daarvoor. Dus onze mindshift, onze mind, state of mind moet zijn op de kansen die komen. Maar dan moet je nu gereed zijn. Dan moet je nu gereed zijn. Bent u gereed? Ik wacht op dat moment. En Kupke? Ja, we zijn continu bezig te verbeteren en inderdaad in te spelen op de mogelijkheden en de kansen. Het is inderdaad niet alleen een importfunctie, het is dan ook een distributiefunctie, zodat we de producten zo efficiënt mogelijk bij de consument krijgen. En de consument is niet alleen in Paramaribo, het is verspreid over het land. Dus dat is zeker zo. Ja, en als we de debatten volgen in de Nationale Assemblee, moet eigenlijk deze week die BTW, die wet worden aangenomen en afgelopen vrijdag is nog bepaald dat hij naar 10% gaat. Eerste vraag is, gaat het invloed hebben op de prijzen? En ik heb ook begrepen dat het maar één keer geheven moet worden, die 10%. Wie zijn er afspraken? Wie gaat heffen? De importeur, de distributeur of de klant, de consument? Wie? Het is nu eigenlijk al zo, en het is al jaren zo, dat de overheid omzetbelasting heft bij import. Het is niet op alle goederen, nogmaals. Er is natuurlijk vanuit de overheid ook op de basisgoederen een vrijstelling verleend. Maar op de andere goederen wordt er omzetbelasting geheven bij de import. Dus zij zeggen van, zodra u zo'n hoeveelheid importeert, betaalt u bij de invoer daar de omzetbelasting over. Dus het is daar al geheven. Maar men wil nu naar een situatie toe, want dat is eigenlijk gebruikelijk bij de invoer, bij de BTW, dat de consument, de verbruiker, betaalt dan de BTW, de bruto toegevoegde waarde. Dat betekent dat het bij de invoer komt weg te vallen en het wordt dus geheven op het product bij de verkoop. Dus de gebruiker betaalt als u in plaats van ik geef maar een dwarsstraat, vier pakken van wasmiddel, 20 pakken gaat gebruiken per maand, gaat u over 20 pakken de omzetbelasting betalen in plaats van over de 4. Dus hoe meer u gebruikt, hoe meer omzetbelasting u gaat betalen. Dus het zal wel wat schelen in het gebruik. Ja, dus de scenario's zijn dat er wat inflatie zal optreden, hoe je draait of keert. Maar de grote zorgen zijn of alle bedrijven zodanig geautomatiseerd zijn om BTW te kunnen afdragen, hè? Want je moet een geautomatiseerd systeem hebben. Daarnaast, of de Belastingdienst zover is om al deze aanvragen te kunnen verrekenen. Dus hebben we de infrastructuur in het land om in 4 maanden tijd te begrijpen wat je moet doen en dan je hardware en je software daarop hebt afgestemd. En daar heb ik mijn vraagtekens over. Mm-hmm. Dus het ziet er niet naar uit dat het gaat gebeuren binnen 4 maanden. We hebben het met IMF afgesproken, dus dat wordt dan een heel lastig probleem. Maar ik kijk meer naar de praktische invoering, praktische kant ervan. En dan heb ik mijn vraagteken of dit landelijk zo ingevoerd kan worden. Ja. En merkt u een daling aan de koopkracht in de importen, in de afzet, distributie? Absoluut. Je merkt het zeker dat de koopkracht daalt. Je hebt natuurlijk een pakket aan goederen wat je importeert en met name in de luxere goederen merk je natuurlijk een daling. De consument, de rek is eruit. De consument kan het niet bolwerken. Dus bij de basisgoederen, en vandaar ook dat de overheid zeg maar, de uitzondering heeft gemaakt om het vrij te stellen, zodat zeg maar, 15 basisgoederen vrijgesteld waren. Ja, maar een gezin kan niet van 15 goederen leveren. Dus er komen, je hebt veel meer nodig dan die 15 goederen. En,
en basisgoederen zullen nooit dezelfde prijs hebben, want jullie hebben ook verschillende leveranciers, verschillende merken en ja. Die hebben allemaal een andere prijs. Ja, het gaat veel verder dan dat, hè, want je hebt ook de winkelier, verschillen tussen de winkelier en hun dienstverlening. Bij de ene winkelier die brengt het product dat je gekocht hebt tot in je bak. De andere winkelier heeft airco aanstaan en zijn concurrent heeft dat niet. Dan is het niet logisch dat je verwacht dat alle prijzen hetzelfde zullen zijn. Want je moet wat kunnen betalen voor die dienstverlening. Dus dan ligt het aan de consument om die keuzes te maken. Is er een winstmarge die jullie geven? Wij geven dat niet, het is door de overheid bepaald. Nee, dat is voor basisgoederen, maar normale andere goederen. Ja, de overheid, er is een decreet van de jaren 80 waar de overheid mee werkt. Ik dacht tussen 15% en 20%. Ja. Ja. En zij mogen dan schuiven? Want soms zie je echt gaps in die winst. Eenzelfde basisgoedwinkel verkoopt hem voor 70 SRD, die andere zeg ik verkoop hem voor 69. Ja. Ja, maar dat is de keus van de, dat is het marktprincipe toch, dat ik zeg van oké, hierop wil ik minder winst maken, hierop wil ik meer winst maken. Uiteindelijk de consument moet ook gaan rondshoppen en gaan kijken van hé, hoe koop ik, waar ben ik veilig, waar is het ook hygiënisch. Al deze aspecten spelen een rol bij de vorming van de prijs, ook in de winkels. Ja, ja. En tot slot, hoe kijkt u naar de toekomst wat? Prijsbeleid betreft, de koopkracht van de Surinamer. We hebben toch een oil en gas, maar dat vertaalt zich niet echt naar de consument. Mensen willen weten, wanneer kan ik rondkomen met mijn loon? Ja, dat is natuurlijk, ik wil niet zeggen koffiedik kijken, maar u moet zich voorstellen, inderdaad, de verwachtingen wat de inkomsten betreft van oil en gas over een x aantal jaar zijn inderdaad gunstig. Alleen, het vertaalt zich niet naar morgen of overmorgen. De bevolking, we gaan wat geduld moeten hebben. En in de meantime gaan we moeten overleven. Dus je kan natuurlijk niet zo ver kijken. En wat ook een belangrijke zaak is, u zult dat gemerkt hebben in die ontwikkelingen, dat er ook minder winkels in Suriname zijn. Een tijdje waren er bijna elke dag gingen er winkels open. Maar nu sluiten die winkels. En kijk, als het lucratief en winstgevend was, zouden er meer winkels overgaan. Maar je ziet die trend naar beneden, minder winkels. Dus, zelf ben ik optimistisch. Kijk, ik zeg ook van, vanuit de overheid zou men ook meer moeten proberen van object subsidie over te gaan op subject subsidie. Want nu... de basisgoederen zijn voor iedereen, terwijl ook de mensen die het wel kunnen betalen, kopen zeg maar basisgoederen tegen de lagere prijzen. En dus vandaar, ik denk dat we ook die richting uit moeten kijken, wat ook verlichting zal brengen voor de grote groep die zeg maar wegvalt. Ja, positief. Ik denk dat we positief moeten zijn, want ook daardoor kunnen we problemen wat makker zijn. Maar ook in de keuzes die we maken. Ik neem altijd het voorbeeld van thuis bij mij. Ik zie mevrouw ook een dekbed gebruiken en die airco heel laag zetten. En ik zeg, maar waarom gebruik je een dekbed? En je zet die airco het laagst. Zet die airco een beetje hoger en doe een dekentje. Dus met dat voorbeeld wil ik aanhalen dat je nog steeds als consument in staat ben om keuzes te maken, slim inkopen. Ja. Okay. Dank jullie wel en heel veel succes. Ja, dank u. Ja, dank u.